tot het bezit van vele Nederlandse musea behoren schilderijen en beeldhouwwerken waarvan de motieven aan de Bijbel ontleend zijn. Vele hebben betrekking op het kerstverhaal. Zo bijvoorbeeld deze musicerende engelen, fragment van een aanbidding van het Christuskind, een beeldengroep uit het midden van de 15e eeuw. Een oude herder ziet in vrome aandacht toe. Dit werk is een van de schatten van het Rijksmuseum in Amsterdam. Evenals dat andere houten beeld van de maagd Maria door dezelfde houtsnijder Adriaan van Wezel gemaakt. Wie dit museum bezoekt, treft er ook de boodschap aan Maria van de Spanjaard Murillo aan. Het provinciaal genootschap in Den Bosch bewaart een schilderstuk van Abraham Hondius. Engelen verkondigen in Bethlehemsvelden de geboorte van Christus aan de herders. De aanbidding van de herders is het onderwerp van dit paneel van Jacob van Oostzanen in het Centraal Museum in Utrecht. In het Mauritshuis in Den Haag laat Pieter Aerts zien hoe wijzen uit het oosten hun schatten kwamen aanbieden. Opvallend is de centrale plaats die deze meester uit de 16e eeuw het Christuskind aanwijst. Veel bewegelijker is de opvatting van Dirk Vellert in het drieluik dat het Museum Boijmans in Rotterdam bezit. Van grote ingetogenheid getuigt de aanbidding van de koningen van Geertgen tot Sint-Jans in het Rijksmuseum in Amsterdam.